Welkom terug bij mijn hardloopavontuur. Vorige week zag je hoe ik mij inschreef voor de halve van Nijkerk. Zij het onder lichte druk van mijn omroepbaas. Ik heb me ingeschreven voor de halve van Nijkerk. En ook besloot ik om een nulmeting te houden, die niet echt heel goed verliep. Ik heb wel moeite met traplopen, gast. Wat doe je? Je had harder moeten roepen. Ja, maar bij elke stap die ik nu zet, hoor je zo'n knakje in je rechterheen, weet je wel. Mijn naam is Jonathan en ik doe vaker gekke dingen met een camera. Zo zet ik wel eens een vriend van mij onvoorbereid in het theater. Wil je daar nou niks van missen? Abonneer dan even op dit kanaal. En volg me op Instagram om echt op de hoogte te blijven wat ik allemaal uitspook. De vorige aflevering ging super hard met bijna 250 views en heel veel leuke reacties. Dankjewel daarvoor. Hopelijk kunnen we dat vandaag overtreffen, want vandaag zie je hoe ik de halve marathon ga lopen. Het is één dag na mijn nulmeting en om die absolute strontprestatie te verbeteren ga ik langs bij Florence. Maatje. Juist, dit is Florence, een vriend van me die wel wat weet van sporten. Hij deed zijn profielwerkstuk over sportwetenschap en nog belangrijker, hij heeft wel ervaring met trainen voor halve marathons. Oftewel, bij hem moet ik zijn. Oké. Ja. Dan ben ik hier bij het juiste adres. Want ik ging gisteren dus lopen. Ja. En er was wel één klein probleem. En dat is? Het ging 10 kilometer lang echt als een malle. Ja. Daarna problemen. Ja. Dus ik had een banaantje meegenomen. Ja. En vervolgens eet ik die banaan. Na een half uur begint die banaan op te borrelen. Ja. Daarna, de laatste 3 kilometer heb ik gewandeld. En toen een eindsprint getrokken. Hoe kan ik het constant trekken? Tips. Dit hartje moeten oefenen. Want je moet echt bananen atten. Want het moeilijke aan die halve marathon is dat vanaf die 10, 15 kilometer... daar is je voedsel gewoon op. Dus dan moet je bij gaan eten om niet stil te vallen. En dan krijg je dus wat je gisteren krijgt als je daar niet op traint. Dit was een beetje de hongerklop, ja, eigenlijk. Wat precies, ze zeggen bij wielrennen. De hongerklop. Toeslaan. Wat je wel kan proberen is gewoon, ja, het is echt het tegenovergestelde van gezond. Maar gewoon vanaf 15 kilometer Red Bull of zo gaan drinken. Even een sportdrankje waardoor je veel energie krijgt. Dat is wat makkelijker te verteren dan die banaan, zeg maar. Als ik goed begrijp zeg jij Red Bull. Ja, of een flesje AA. Iets chemisch. Ja, iets chemisch. En heel veel bananen. Drugsafval of zo, doe maar, ja. Ja, dat is doping, dat mag niet. Ja, maar als dus zeg maar die bananen opkomen borrelen, zou ik gewoon overstappen op de AA of zo. Hey, toch nog even een vraag, hè. Deden je knieën pijn bijvoorbeeld? Waar loop je op? Nee, grapje. Ik loop op mijn oude schoenen. Ik weet niet of dat heel slim is. Nee, want bij zeg maar, hardlopen is uitrusting ook wel key, moet ik zeggen. Maar die schoenen zijn echt wel belangrijk. Zeker. Welke maat heb je? Misschien nog wel wat voor je liggen, maar... 48. Waarschijnlijk iets groter dan jouw voeten, moet ik zeggen. Ja. 46. 46? Ja, 45 als grootval. Ja, dat gaat niet passen. Nee. maar is dit aan te raden? Nee, maar... Je bent jong, ik schat in dat jij de 10 kilometer wel gewoon kan rennen zonder ja, je hebt gisteren 19 kilometer gedaan, dus je kan dat. Maar is dit aan te raden? Nee, maar omdat je jong en fit bent en alles zit nog een beetje soepel in elkaar, zover we dat bij jou spreken, maar alles zit zeg maar nog soepel in elkaar, of hoort soepel in elkaar te zitten. Dus als je nu een 50-jarige man bent en denkt, ik ga dit ook doen, niet doen. Jij moet dit ook niet doen, maar voor een keertje kan het vast geen kwaad. Dankjewel. Op naar de supermarkt. Hey! Hij heeft maar trots op bananen. Bananen atten. 750 kilocalorieën. Ah, dat klinkt als vergif. Ja. Nou, dan pakken we ook nog de grote. Perfect. Ja, hoeveel is het hier? Wacht, even kijken. Het is... Je gaat hier dood aan. Ja, dat... 2550. Ja, dat moet lukken. Het is op dit moment 15 april, vrijdagavond. En binnen nu en 20 uur ga ik de f***ing halve marathon lopen. Oh.
ik kan het ook nog niet geloven. En ik moet ook zeggen, ik heb iets minder vertrouwen dan ik eerst had. Ik heb maandag 19 kilometer plus minus gelopen. Dat ging best goed. De laatste 2,5 doe je dan op karakter, zullen we maar zeggen. Vervolgens zieke spierpijn gehad, 4 dagen lang. Vandaag werd ik wakker, alle spierpijn over. Ik was blij. Dus ik ga net even 2-3 kilometer lopen. Even testen. Testing the waters. Hoe staat het erbij? En ik krijg toch kramp, maar echt van alle plekken. Dus je kunt last hebben van je enkels, je heupen, alles. Hamstrings, knieën. Krijg ik gewoon last in mijn linkerbil. Ik voel me echt alles behalve top. Dus de komende nacht moet ik echt een lange nacht gaan maken. En ja, dan hoop ik op het beste. Maar ik heb er echt, echt weinig vertrouwen in. It was at this moment that he knew he fucked up. Ja. Maar goed, het wordt wel grappig. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Ja, en als je denkt dat je het dieptepunt van het internet al bereikt had, dan oordeel zelf maar. Hoi hoi, welkom bij deze nieuwe What's in my bag. Dit is mijn tas voor morgen en ik ga jullie laten zien wat er allemaal in zit. Kijk lekker mee. Allereerst 2 fantastische schoenen. Ze zijn net nieuw, gehaald bij een dure hardloopwinkel en zijn gemaakt voor halve marathons. Die gaan als eerste in de tas. Nou Jonathan, wat heb je bij je aan voeding? Eerst een hele tros bananen. Dat is belangrijk om lekker die koolhydraten en die suikers binnen te krijgen vlak voor de wedstrijd. En misschien tijdens de wedstrijd gaan we ook al even een banaan diepvroten. Dan, zoveel suiker dat het giftig is in deze sportdrank. Ik moet het op een manier redden, oké? Natuurlijk, heel veel flesjes water. Hop, hop, hop. 3 flessen van 0,33 liter. En dan denk je, Jonathan, waarom pak je niet gewoon 1 grote liter beuker? Nou, deze kan ik gewoon in het zakje doen. En dan als ik dorst heb, kun je erbij pakken. En Alberto, die staat langs de kant, die kan mij dan die flesjes geven als ze op zijn. Dus yes, kleine flesjes. Woe! En als laatste, mijn doodsvonnis. Ah, mijn inschrijving. Maar goed, dat ja. Dus, dat was deze What's in my bag challenge. Bedankt voor het kijken. Genoeg internet voor vandaag. In plaats daarvan besluit ik een aantal kansloze oefeningen te doen. En ook kijk ik nog een video over hoe je het beste kan opwarmen voor een marathon. Maar ja, volgens mij kan ik het beste gewoon maar lekker naar bed, want dit heeft geen enkele zin. En Camilla Cabello met Bam Bam. We staan hoog in de top 40 op dit moment. En daarom draaien we hier tussen 10 en 12 op H1. H1 Radio, de stem voor jouw regio. Goedemorgen, ik ben Jonathan. En misschien merk je het een beetje, maar ik zit echt te stuiteren hier in de studio. De boxen staan helemaal opengedraaid. Ik zit er lekker in. En dat is lang niet altijd het geval als je kijkt naar de tijd op ons programma. Want ik ben totaal geen ochtendmens, maar vandaag is het allemaal anders. En dat heeft niet in de minste plaats te maken met wat ik vanmiddag ga doen. Om 5 uur vanmiddag begint de halve van Nijkerk. Dat is dus de halve marathon. En ik ga meelopen, alleen is er 1 twist. Ik ga dat ongetraind doen. Ja, je hoort het goed. Ja, normaal is dit het punt dat
er allemaal zieke sfeershots komen van het evenement, dat ik daar ga lopen. Maar mijn cameraman Alberto was te laat. Ik had echt de totale paniek. Ik stond daar omgekleed en wel. 4 uur hadden we afgesproken en die man is er om 4:30 nog steeds niet. Dat betekent dat ik heel weinig beelden heb van de halve marathon zelf. Gelukkig heb ik beelden mogen lenen van Nijkerk.nieuws.nl. Heel erg bedankt ervoor. En samen met de beelden en de Jonathan Camps die ik heb opgenomen, heb ik deze oplossing gevonden voor het probleem. Goedenavond en van harte welkom bij een speciale uitzending van NOS Studio Sport. Het is zaterdag 16 april en vandaag wordt in Nijkerk gekeken naar de 7e editie van de halve van Nijkerk. Er staan zo'n 150 man aan de start. En in het veld ook een bijzondere naam, Jonathan Post. Hij loopt deze afstand ongetraind. Kijk, daar heb je hem. Nog 1 minuut te gaan, mensen. Zal ik het muziekje lekker gehaald hebben? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan gaat het zo door. Succes, veel plezier. En we zijn los. Ja, als ik het goed heb ik een live verbinding met Jonathan. Hij is nu als het goed is bij de 5 kilometer. Even kijken. Okay. Zojuist langs de 5 kilometer vlag gerend. Ik heb het zwaar, man. Hoe kan het ook anders? Steek in mijn buik. Ik begin mijn enkels te voelen. Maar we zijn op een kwart. Let's go. Dat ziet er niet best uit. Hopelijk gaat het straks wat beter met hem. Anders heb ik er een hard hoofd in. Hij is nu op de helft en dit ziet er een stuk beter uit. We zijn bijna op de helft. Ik ga echt als een trein gaan. Slichthorstweg was echt een soort moordkuil. Daar heb ik in ieder geval 10 mensen in gehaald. Nu moet ik oppassen dat ik mezelf niet te veel overschat, want ik ken mezelf. Dat ga ik over een paar kilometer terugzien. Dan zet ik geen stap meer. We doen nu rustig aan. We zijn bijna op de helft. Veertien kilometer. Ik ben even aan het lopen om de kramp in mijn hamstring eruit te halen. En we lopen nu alleen op de bunt al. Ik zei dit wordt het moeilijkste stuk. De mensen lopen 100 meter voor me, maar er lopen nog mensen achter me. Dus we gaan. Welkom terug bij Studio Sport. De deelnemers van de halve van Nijkerk stromen nu mondjesmaat het oude centrum binnen. En kijk wie daar loopt. Jonathan Post. Het is ongelooflijk, maar waar. We zijn zojuist Nijkerk ingegaan. En ik hoef nog maar 2,5 kilometer. Dus we zijn nu nog even 500 meter aan het lopen. En dan de laatste 2 kilometer gaan we echt vlammen. Ja.
hij gaat het gewoon halen. Zeg eens eerlijk, hoe dood ben je? Ja, weet je, ik ben ook mensen gescheurd, maar ik maak echt geen grap. Maar ik heb het gewoon gehaald, gast. Wat de fuck? En in decent tijd ook. Ja, hoe lang heb je het gedaan? Ja, tussen 2 uur ongeveer. 2 uur heb ik het geleerd. Donders, hè? We did it, hè?